als je aan het graveren bent en je dan de datum bezig bent waar de soldaat op gesneuveld is, en dan zie je dat hij bijvoorbeeld maar even oud is als mijn zoon, dat je dan denkt van wat voor verdriet er allemaal moet geweest zijn ten tijde van deze oorlog, dan denk je toch wel een keer na. Als je thuiskomt, dat je hoopt dat dat niet meer moet gebeuren. Uiteindelijk is het daarvoor ook heel belangrijk dat jonge mensen nog een keer de begraafplaatsen komen bezoeken en beseffen van wat er allemaal is gebeurd eigenlijk. En hoe ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld respect naar andere mensen toe. We krijgen eigenlijk heel veel waardering voor ons werk. Vooral van de familie die komt kijken. Als we een hele dag mogen graveren, dan graveren we ongeveer een 5-6 grafstenen op een hele dag. De meeste stenen zijn uit Portlandstenen. De witte krijtrotsen van Engeland. Die stenen hebben een emotionele waarde voor de mensen. Dat is een authentieke steen van 90 tot 100 jaar terug. En we proberen die zoveel mogelijk te conserveren. Kunnen we die opnieuw ingraveren, dan graveren we die eigenlijk opnieuw in. Het is het doel van dat we die steen zo lang mogelijk behouden. Wij gaan nog gerust verder kunnen, denk ik, tot op mijn pensioen.